Koop je een nieuwbouwhuis, dan gaat een groot deel van je hypotheek in een bouwdepot. Daarover ontvang je een rentevergoeding. Dat noemen we depotrente. Hoe leger het bouwdepot raakt, hoe minder rente je ontvangt. Ondertussen betaal je ook je maandelijkse hypotheeklast. Die bestaat uit een deel rente en een deel aflossing. De hypotheekrente die je betaalt blijft gelijk. Het verschil tussen de ontvangen depotrente en de te betalen hypotheekrente wordt zo steeds groter. En je maandelijkse lasten worden dus steeds hoger tijdens de bouw. Dit verschil noem je renteverlies. Goed om te weten, de rente die je moet betalen over het bedrag in bouwdepot is 2 jaar lang aftrekbaar, maar daarna niet meer. Hier kijken we samen naar bij het afstemmen van de hypotheekvoorwaarden.